Antwerpen is door de eeuwen altijd een heel grote bierstad geweest. Dat is een enorm fascinerende geschiedenis, die helaas voor veel mensen een stukje vergeten geschiedenis is. We weten dat in de 13e eeuw er al een zekere Willem de Brouwer was die in Antwerpen dus brouwde. Wel, in die periode was bier de enige gezonde drank. Het was namelijk gekookt, het was enigszins bacterievrij en men dronk het van 's morgens tot 's avonds. Het was natuurlijk geen bier zoals nu. Het was een 0,8 graden of 0,5 graden alcohol, dus men kon dat in grote mate drinken. Ook de functie van bier was anders. Het was eigenlijk de meest betrouwbare drank die er toen was. Men dronk bier omdat er gewoon gebrek was aan proper water. Want grondwater of water dat overal verkrijgbaar was, was vaak toch niet het meest hygiënische dat men kon drinken. In de middeleeuwen dan was het zo dat dus de brouwerijen vooral gevestigd waren aan de Kammenstraat. We staan hier in de Kammenstraat, vandaag een centrum van mode en modewinkels. Wat echter weinig mensen weten, is dat in oorsprong in de middeleeuwen hier alle brouwers gevestigd waren. En het oude naam voor brouwer is kammer. En vandaar ook de naam Kammerstraat, dat later Kammenstraat is geworden. We bevinden ons in een gebouw dat dateert van het einde van de 15e eeuw, begin van de 16e eeuw. Dat functioneerde als waterhuis om de brouwerij die hier langs de Brouwersvliet gevestigd waren, 16 in totaal, om die te voorzien van drinkbaar water voor de bereiding van bier. En het zal Gilbert van Schoonbeke zijn die rond 1553 het brouwershuis creëert, een waterhuis, en daar rond alle brouwerijen zal samenbrengen om ervoor te zorgen dat het dus wel degelijk goed kan gebrouwen worden. De brouwnijverheid in de 18e en 19e eeuw, die vrij ambachtelijk was, krijgt een soort van revolutie op alle vlakken over zich heen. Je hebt de industriële evolutie, met de uitvinding van de stoommachines. Je hebt de uitvinding van de microbiologie, met Pasteur, die ontdekt de werking van gist. Je hebt pilsbier dat uitgevonden wordt in Tsjechië. Allemaal zaken die de kwaliteit van het bier enorm verhogen, maar die ook nodig maken dat je grote investeringen doet. Dus je gaat grote brouwerijen hebben en de kleintjes gaan geleidelijk aan verdwijnen.